Zet hem eens aan. Ja, nee. Hij moet helemaal omhoog. Ja, ik hoor niks. Loser. Hij moet helemaal omhoog. Aha. Oké. Okay. Ja, goed. Zachter? Nee, dit is goed. Precies. Okay. Hallo en welkom bij Morgen Weer Tijd, aflevering 11, Backstage. Oh yeah. Ja, wij gaan jullie zo een paar dingen laten zien van alle spelers. Van Morgen Weer Tijd. Dit is niet echt een aflevering, maar dit is gewoon een extra aflevering, Backstage. Maar we kunnen jullie wel iets bekendmaken, want Morgen Weer Tijd, seizoen 2, komt eraan! Dus wees blij en ga schreeuwen en rondjes rennen om je laptop. Want nu zie je alle spelers. Hallo, ik ben Nieke Frankfurt. Ik ben Joanne Morgen Weer Tijd. En ik woon in Roosendaal. Ik ken Jan al vanaf groep 2 en ben sindsdien alleen maar met Jan en mijn filmen bezig. Ik vind Morgen Weer Tijd echt, al zeg ik het zelf, heel cool. En ik ben trots wat we allemaal bereikt hebben. Dus ik hoop dat jullie het allemaal heel leuk vinden. Ja, oké. Okay. Nienke, hij filmt al. Oh. Ja, dus we gaan het naast je doornemen. Je ziet ons niet helemaal, je ziet ons een beetje half, dus we gaan even wat verder naar achter. Maar dat is vooral om terug te luisteren. Okay. Maar we beelden nou ook een beetje uit. Maar dit is voor hetzelfde snel gaat het dan op. Door verbeelden dit ook een beetje uit. Ja, oké. Gaan we natuurlijk naar. Onderweg naar de Ardennen. Waar we ook gaan opnemen voor de serie. Wat bedoel je? Ja, je weet het heus wel hoor sinds dat je met Vincent omgaat. Maar. Ah! Je weet het. Hoor wie het zegt! Oh. Opnieuw. En nu? Wat bedoel je? Wat gaan we nu doen? Eigenlijk zitten we nu op school. Ja, zullen ze ons niet missen? Voor mij niet, mijn ouders gaan toch naar thuis. Niet in de camera kijken! Je moet naar die auto kijken, er komt toch een auto aan? Hoi, ik ben Jan de Boeren, ik speel Mike en Morgen Weer Tijd. Ik ben 14 jaar en ik woon in Roosendaal. Ik ben met de Morgen Weer Tijd gestart met Nienke. We zijn een script gaan typen op zoek naar spelers. En uiteindelijk hebben we het ook opgenomen en alles. En nou ben ik echt heel blij met het resultaat. En ik hoop dat jullie het ook wel leuk vinden. En het ook vooral blijven kijken, want er komt ook het tweede seizoen aan. Wel even denk. Wat? De drugsdealers hebben niet allemaal haren of slangen en zo. Die hebben denk ik hooguit gewoon broodjes. Oh, even opnieuw, want ik lach zo. Oh, zo. Wat deed je? Laat me. Ik begrijp echt waarom je met iedereen ruzie hebt, want je laat gewoon niemand uitpraten, want ik weet mijn tekst niet meer. Jij moet al helemaal niks zeggen, jij hebt niet voor niks ruzie met iedereen, dat jij meteen... Jij hebt het hier al over gehad, Mike. Ja, maar Joanne, ik... Stop! Mijn ouders zijn er wel aan het... Loop. Ik meen het. Maar je had geweld. Hoe gaat het trouwens met die hamster, die was toch ziek of zo? Mike! Hij wil ik je afspreken? Sorry, stom maar, ik moet lachen. Moet ik ook lachen? Ik moet nee, niet. Nee, alleen ik wij moet niet lachen. Alleen ik moet lachen. Als ze erachter komen, dan hang je hoor. Nou, dan heeft de politie al lang gepakt hoor. Zeg gewoon even dat ze over 20 seconden moeten bellen. Ze bellen al. Oh. Inderdaad, ik bel al, ja. Ja. Huh? Wat nou, hè? Ga je een camera dingetje doen? Wat? Ik ben Lina Esmail, ik speel Lotte in Morgen Weer Tijd. Ik vertel niks over mezelf, want dat weet ik niet. Ik woon in Hoofddorp, ik ben 15 jaar en ik vond het wel leuk om in Morgen Weer Tijd te spelen. Oh jee. Yeah. Stop hem! Kijk, ik heb een nieuwe mobiel. Kijk, ik heb een nieuwe mobiel. Slaap. Kijk, ik heb een nieuwe mobiel. Ja. Kijk, ik heb een nieuwe mobiel. Oh, gaaf, hoe kom je eraan? Party! Alsjeblieft. Nee. Party!
gesprek. Ik bel je! Opnemen! Ik zou opnemen. Ik heb hem op snel gezet. Verbonden met de mailbox van. De mobiel staat op stil. Hoe heet ze? Cheyenne. Cheyenne! Ik moet naar de wc. Hey. Huh? Nou, heel simpel. Jij hebt Lotsie en Fleur gestolen. Mijn tekst. Ja, maar ik dacht dat jij het al vergeten hebt. Hoi, ik ben Cheyenne Nijssen. Ik ben 14 jaar, woon in Roosendaal. Ik speel Nina Jansen in Morgen Weer Tijd en ik vond het super leuk om te doen. Ja, alleen... Jullie moesten daarna pas weglopen. Ja. Als hij zei, nee, ik kan niet tegen jou, tegen die twee bitten. Ga je dan ook naar een andere school? Alle wachten op de bus. Met z'n allen nemen ze drieën. Met z'n drieën. En de fiets. Net z'n en vieren. En de fiets, echt. Voor Rick? Ja. Wat moest ik zeggen? Godsamme. Wat moest ik zeggen? Oh ja, oké, we gaan gewoon even verder. Knip dit er maar uit, wacht even. Oh, het heeft opgehangen. Ja. Hoe wil je dat doen? Hoe wil je dat bewijzen? Oh. Hier, hou op een mailtje maar. Vermist ons. Doe maar even vanaf de aangifte. Dit gaat echt te ver. Misschien moeten we sowieso aangifte doen. Jij moet nog iets zeggen daarachter direct. Hoi, ik ben Anouk, ik woon in Roosendaal en ik speel Marley in Morgen Weer Tijd. Ik vind het heel erg leuk om te spelen voor dit, want het is altijd super gezellig op set. Ja, en hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 14. Ja. Ja! Oh. Wat gaan we nu doen? Oh, ja, sorry, doe maar opnieuw. Ik was wel allemaal doorheen. Nee, ik denk niet dat ik er ooit achter zal komen. Dat is toch gaaf? Natuurlijk is dat niet gaaf. Wat is gaaf? Iemand. Oh! Iemand. Ja, Schiedam gaat verhuizen. Naar Schiedam. Ik moet niks zeggen. Ik moet bij ook niet. Ja, iemand moet ook iets geven van... Volgens mij jij hoort dan. Meer, ja, zo? Ga jij dan naar Schiedam? Ja, je moet zeker weten. Oh. Ja. Kut, hoe heet jij? Ga je nog... Shit. Ga je nog uitzoeken wie je echte ouders zijn? Dat is niet. Mike, waar ben je? Mike! Ik ben eigenlijk van plan aangifte te doen. Nee, dat moet je nooit doen. Stop. Mag maar zeg ik hoi? Ja, als hij niets te zeggen heeft, loopt hij altijd gewoon weg. Ja, als hij niets te zeggen heeft, loopt hij altijd. Sorry. Moet ik het zeggen? Ik heb nagedacht. Ja, maar die pruttjes bla 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 bla. Stop. Hey Rick. Hoi. Wat doe jij hier? Ik ben hier op school. Is dat school van college? Mijn niveau kan ik laatst niet. Waar ken jij Ik zei, waar ken jij Rick van tegen hem? Ik ben nou nooit. Ik ben nou aan het vieren. Hey, okay. Je hebt zo'n rondleiding, toch? Ja, ik weet het. Oké, doe maar. Oh, sorry, ik zoomde in. Ik ga maar terug. Shit, ik heb het ook een sms. Wacht, ik kopieer het en dan stuur ik het op. Staat hij al op zijn hart? Ja, ik kan niet wachten. Oké.
Was het nou een vogeltje of zo die je kreeg? Ja. Oké, okay. Wacht. Ze zijn voor een reden gas aan het verzamelen. Ze willen namelijk in één keer gaan bekogelen. Voor zover ik weet. Ja. Oh. Oké. Dat gaat wat worden. Ja, maar je ziet het net niet goed. Oké, revanche. Is goed. Doei. Oh, nee, maar... Ja. Ik dacht al, waar blijft ze? Oh, lopen. Oké. Okay. Je gaat verhuizen naar Schiedam. Andere school. Andere school. Ja, ik wist dat iets voor andere school was, maar ik wist het precies niet okay. Meer. Ga maar van de dag verder. Hoi, ik ben Dennis en ik ben 14 jaar oud. Ik speel Guido in Morgen Weer Tijd. Ik woon in Schiedam en ik vond het heel leuk om te doen, maar ook wel raar. Waarom ga je eigenlijk met de trein? Sorry. Waarom ga ik met de trein? Mijn vader, Ja. Ik heb gebeld of ik een DNA-test kon maken. Jij hebt tekst, nee. Ik had het tegen die twee bitchirella's hier. Jij moet meelopen! Ten staan. Mike! De DNA-test is goed. Ik sprak me. Ja. Wacht, je moet echt hard. Wat ik bedoel, dan gaan we gewoon lachen. Oh, ja. En dan is het maar nee, Oké, doe even. Nou, vanaf. Wacht, ik ga inzoomen terwijl ik naar achter loop. Oeh, dat is raar. Oh joh, dat is vet. En nu uitzoomen terwijl ik naar toe loop. Wacht. Kijk. Oeh, de achtergrond. Dat is wel eng. Yes. Noemen jullie dit een feestje? Er is niet eens muziek op. Ik zou nog even een keer doen en dan...